Ik denk dat we gewoon gaan beginnen. Het is 2:30, dus we starten. Ik zie dat het aantal deelnemers nog oploopt, maar we gaan starten. Oké. Goedemiddag, welkom allemaal bij het webinar, waarin ik in gesprek ga met zorgorganisatie Envida en Workspace 365 partner TCC over de uitrol van de digitale werkplek. Even wat praktische informatie. De duur van het webinar is ongeveer 45 minuten tot een uur. Het is een webinar in gespreksvorm. Dus we gaan gewoon lekker met elkaar kletsen over de uitrol van de digitale werkplek. Vragen kunnen gesteld worden via de chat. Die zal ik in de gaten houden. En indien mogelijk zal ik ze ook meenemen in het gesprek dat ik met Tom en Louise heb. En anders worden de vragen achteraf nog even behandeld. Dan ga ik even kort met een kleine presentatie beginnen en daarna gaan we gewoon van start. Even kijken. Yes. Ik begin even kort met de kleine introductie van mezelf. Daarna kort iets over Workspace en dan zal ik ook mijn medesprekers aan jullie introduceren. En dan gaan we het interview van start laten gaan. Ik ben Marianne van Dijk, Customer Success Maker bij Workspace 365. Dat houdt in dat ik onze klanten, maar ook onze partners ondersteun bij de onboarding van Workspace 365. Zowel in de uitrol als in de latere klantenrelatie. Over Workspace 365, we zijn gestart in 2010 en inmiddels actief in meer dan 17 landen met meer dan 120 IT-partners. Waarin we samen 300 organisaties bedienen. Ruim 65 talenten zijn elke dag bezig om te zorgen dat de workspace zo goed mogelijk beschikbaar is voor al onze gebruikers. En inmiddels maken meer dan 325.000 mensen gebruik van Workspace 365 om tijd te besparen op IT-zaken en meer focus te houden op het echte werk wat ze doen. En dan wil ik graag aan jullie voorstellen, Louise en Tom. Louise, kun jij misschien kort iets over jezelf vertellen, wie je bent en wat jouw rol is binnen Envida? Ik ben Louise van Bronswijk. Ik werk al sinds 2002 bij Envida en haar rechtsvoorgangers. En altijd in een functie als teamleider ICT of teamleider functioneel beheer. Dat doe ik nu ook nog. En Envida is een grote zorgorganisatie in Maastricht en het Heuvelland. We hebben ongeveer ruim 4000 personeelsleden. Dus dat is behoorlijk. En ik ben de interne projectleider geweest voor het uitrollen van de digitale werkplek die wij Mijn Envida hebben genoemd. Yes. En dan ook Tom vanuit TCC. Zou jij iets kunnen vertellen over jezelf? Natuurlijk, Tom Herbrechts, Sales and Business Development Director binnen TCC Computer Company. Wij zijn een managed service provider die eigenlijk organisaties als Envida en vele andere klanten helpt in een transitie van een huidige werkplek naar die moderne werkplek. En dan inderdaad met Workspace 365 als portaal waar de medewerkers makkelijker mee gaan werken. Yes, dankjewel. Laten we van start gaan. Louise, jullie hebben nu de digitale werkplek in gebruik bij Envida. Hoe lang gebruiken jullie het nu? En welke elementen hebben jullie opgenomen in de digitale werkplek? Ja. We zijn eigenlijk, ons project is afgerond in februari van dit jaar, dus in 2021. Maar we hebben dat gefaseerd aangepakt. We zijn gestart eigenlijk met het denken over de digitale werkplek in 2018. En in 2019 hebben we de medewerkers van de huishoudelijke zorg overgezet. En de medewerkers van de wijkzorg. En in 2000, en toen zouden we eigenlijk beginnen met de verpleegzorg eind 2019. Daar waren we bezig met de voorbereidingen om dat in begin 2020 te doen. En toen kwam corona. Ja. En toen heeft het eventjes allemaal stilgelegen. En toen hebben we op een gegeven moment, zijn we gewoon toch weer gestart. En hebben we onze ondersteunende diensten gedaan. En in het najaar van 2020 de verpleegzorg.
Het is echt dus wel een behoorlijk uitgestrekt project geworden in tijd. Ja. En welke elementen gebruiken jullie? Hebben jullie bijvoorbeeld enkel applicaties die jullie beschikbaar stellen via de digitale werkplek? Of maken jullie ook gebruik van communicatiekanalen via de workspace? Ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Hè? Dat kan ik doen. Hè? Ja. Zie je dat nou goed? Ik weet niet of je dat goed kunt centreren. Of, Yes. Ik heb je even in de spotlight gezet. Oké. Okay. Ja, je ziet hier dus duidelijk dat hij eigenlijk vrij strak is ingericht. We hebben dat heel bewust gedaan voor de duidelijkheid voor de mensen in de zorg. Hè, dat het vooral niet ingewikkeld moest zijn. Ook bewust gekozen om links te beginnen met de applicaties. Afhankelijk van je functie krijg je een bepaald aantal applicaties te zien. In het midden de office-omgeving, de webversie. En daaronder wat handige documenten. En aan de rechterkant het communicatiestukje. Nou, okay. Zo hebben we het eigenlijk ingedeeld. En eigenlijk op dit moment zo is het zo dat we dus... Men kan daar zelf niets aan veranderen. Heel bewust gedaan om te voorkomen dat mensen dingen kwijt zouden raken. Een applicatie per ongeluk verwijderen. En dat we daardoor weer werk eraan zouden hebben. Ja, oké, dankjewel. Tom. Jullie zijn partner van Workspace 365 en hebben ook een grote rol gespeeld in de uitrol van de digitale werkplek bij Envida. Kun je eens uitleggen hoe zo'n uitroltraject verloopt en welke rol jullie hebben gespeeld in dit verhaal? Ja, tuurlijk. We zijn denk al sinds 20 jaar eigenlijk de IT-partner van Envida, daarvoor Groen Kruis Domcura. Dus zij kwamen van een traditionele werkplek, eigenlijk gebaseerd op Citrix, virtuele werkplek, waar ook werkplekken werden gedeeld, accounts waren voor teams die daarop inloggen, zeg maar. Veel legacy applicaties hadden, die werden gesfeerd op die manier. En eigenlijk in 2008 inderdaad gesprek aangaan met die moderne werkplek, hè, een stuk digitale transformatie. En Vida had heel erg de wens om steeds meer te gaan versazen en eigenlijk geleidelijk aan ook over te gaan naar een nieuwe werkplek. En dan dus niet mee te wachten voordat het hele landschap was versaasd. Eigenlijk ook die visie om als zorgorganisatie toch wel voorop te lopen. Ze waren snel met ook de inzet van teams. Toen corona kwam, konden zij massaal eigenlijk daar al gebruik van maken. Ja. Dus we hebben eigenlijk samen met hun gaan kijken, oké, wat is nu de ideale route? Waar moet die aan voldoen? Alle medewerkers een persoonlijk account. Dat kwam ook nog tegelijkertijd met de uitrol van andere applicaties. Dus we eigenlijk stap voor stap gaan kijken met welke applicaties gaan we over, welke groepen mensen gaan we dat doen en hoe ziet dat landschap er nu uit en hoe gaat het landschap er in de toekomst uitzien. En dat is ook wel waar in elk traject natuurlijk de uitdaging zit, om van A naar B te komen en dat met zo weinig mogelijk impact voor de organisatie te doen. Ja, oké. Louise, wie heb jij eigenlijk allemaal betrokken bij het project om de digitale werkplek uit te rollen en waarom? Ja, nou dat is wel leuk, want dit webinar heeft ervoor gezorgd dat ik eens ben gaan terugkijken, hè, door de jaren. Want je vergeet wel nog de recente, of je vergeet gewoon bijna hoe we zijn begonnen. Ja. Maar we zijn eigenlijk begonnen, wat Tom al zegt, we hadden het idee om onze zorgapplicatie te vernieuwen. We gingen naar ons van Nedap. Nou, ik weet niet of er veel mensen zijn hier die echt allemaal ons kennen, maar dat was een behoorlijke stap voor de zorg. En in het begin was het project dus heel erg gericht op die wijkzorg, op de combinatie van ons en de nieuwe werkplek. En daar waren dus ook, veel mensen van de wijkzorg bij betrokken toen, ook de managers van de wijkzorg. Ja. Nou, op een gegeven moment staat dat. En toen gingen we over naar ons zouden we in de verpleegzorg gaan doen. Nou, dat is door corona dus gestopt. Of uitgesteld eigenlijk, moet ik zeggen. En toen kregen we een beetje een hele andere aanpak. Want ons was niet meer zo belangrijk. Hè, want dat zouden we nog gaan doen. En toen hebben we in de verpleegzorg eigenlijk op een heel andere manier, met een klein team, hebben we gewoon ieder huis. En Envida heeft er 16. Hebben we telkens in een week over laten stappen naar de nieuwe omgeving. Ja. En dat was
ja, dan hadden we een klein team voor, een klein projectteam. Die dus op een gegeven moment wisten van precies wat er zou komen. En het projectteam was samengesteld van mensen van Envida en mensen van TCC. Oké. Ja, Tom, misschien kun jij iets vertellen over ja, welke mensen vanuit TCC zijn betrokken geweest? Ja, tuurlijk. Wij doen eigenlijk elk project dat we opstarten, starten we op met iemand van ons management of een accountmanager die is verantwoordelijk zeg maar, voor de klant in het algemeen. Dus die sluit aan in de stuurgroep. En namens de klant sluit er ook eigenlijk degene die de projectverantwoordelijke, de budgetverantwoordelijke aan. En dan is er gewoon een projectteam dat bestaat uit enerzijds projectmanager, die zorgt voor de interne aansturing, maar ook van de third-party leveranciers. Onze softwarearchitect die eigenlijk bekijkt van wat is nu allemaal mogelijk, wat is nu, welke koppelingen zijn er, hoe komen we van A naar B, hoe migreren we data, hoe zorgt de transitie goed loopt. En dan onze consultants die enerzijds helpen met de technische input en anderzijds ook meekijken hoe dat functioneel zo meteen moet gaan werken. En ja, dat hebben we eigenlijk de gehele trajectfase gedaan in vooral een nauwe samenwerking met Louisa en haar team, om ook te zorgen dat we dat stapsgewijs op de juiste manier konden laten landen binnen Envida. Ja. Louise, wat waren de belangrijke mijlpalen tijdens de uitrol van de digitale werkplek? Ja, nou ja, eerst natuurlijk de eerste overstap van de huishoudelijke zorgmedewerkers. Ja. Dat was echt een, daar hebben we er een stuk of 700 van deze mensen. Ja. Dat zijn, je kunt je voorstellen, niet de meest digivaardige, medewerkers. En die hebben echt in groepen geholpen om, in een persoonlijke aanpak die overstap te maken. Dus ja, toen dat klaar was, was echt wel een mijlpaal. Ja. Een andere mijlpaal was ook dat we op een gegeven moment, hebben we ook echt een persona-document ontwikkeld. Waarin steeds helderder werd van, we hebben deze groep medewerkers met die functies. Die hebben die applicaties nodig, die hebben een laptop nodig, die hebben een telefoon nodig. Nou, om dat helemaal, helemaal helder te krijgen. Dat was ook zo'n mijlpaal. Ja. Dan onze devices. We hebben al onze, Tom zei het al, we hadden een Citrix-omgeving met 10 clients. De mensen misschien wel bekend. Hebben we allemaal vervangen door kleine pc'tjes en laptops. Nou, eerder dat die pc's allemaal goed werkten en van afstand door TCC konden worden ingespoeld, was ook wel een mijlpaal. Ja. Op een gegeven moment waren we zo ver dat we zeiden van oké, vandaag gaan deze pc's om en dan drukt TCC op een knop, denk ik. En dan waren ze in één keer in mijn Envida. Ja. Dus dat waren echt wel mijlpalen. Ja, en wat natuurlijk enorm belangrijk was, ook was op een gegeven moment dat we toch besloten om te beginnen weer met onze ondersteunende diensten ten tijde van corona, om die over te zetten naar, naar de mijn Envida werkplek. Ja, want we hadden inmiddels door corona al teams gekregen, maar die combinatie met die werkplek was er nog niet. En dat was echt wel een mijlpaal. Ja, ja, en natuurlijk het einde, hè, dat was 15 februari. Het is zelfs zo dat ze een ster hebben genoemd naar mijn Envida. Dus echt. Wat gaaf. Ja. Hey, en je gaf net aan, die huishoudelijke hulpgroep, dat waren 700 mensen. Ja. Hoe heb je ervoor gezorgd dat ze toch allemaal ready to go waren, om het maar zo te zeggen? Ja, nou, we hebben echt middagen gepland. Het was een heel planningscircuit, waarin volgens mij 20 tot 30 mensen werden uitgenodigd om te komen. Ja. En die we dus echt allemaal persoonlijk hebben geholpen. Dus ernaast gezeten en gezegd, en log nu maar in. Ja. En dat was dus wel een behoorlijke inspanning. Maar ja, dat levert wel ook heel veel commitment op. Ja. En vertrouwen in dat het gewoon, je weet gewoon dat men kan inloggen. En dat is toch het belangrijkste. Want als je eenmaal ingelogd bent en ik heb net de pagina laten zien, ja, dan spreekt het bijna voor zich. Oké. Tom, heb jij in aanvulling op de mijlpalen die Louise heeft genoemd ook andere mijlpalen die je bij Envida hebt gezien of misschien bij andere organisaties waarmee jullie werken?
Ja, ik denk dat wat je bij Envida vooral knap was en ook als een mijlpaal mag worden genoemd, is dat zij tegelijkertijd ook nog een transitie moesten doen op netwerkgebied. Dus parallel eigenlijk aan die uitrol van die werkplek, hebben zij ook alle locaties voorzien van volledige nieuwe netwerkapparatuur, een nieuwe structuur, dat die ook volledig in de hand was uitgevoerd. Maar daarnaast ook alle gebouwen voorzien van een nieuwe wireless omgeving, die eigenlijk ook klaar was voor de komst van die moderne werkplek. Dat wordt heel vaak vergeten, heel vaak komt dat achteraf, zorgt voor de nodige problemen. Ja. En vooral als je komt van een werkplek die remote desktop op Citrix gebaseerd is, daar speelt netwerk een minder cruciale rol, omdat de belasting en intensiteit gewoon lager is. En dat het bij Envida is dus ook echt voor een mijlpaal te noemen, dat dat ook steeds gerealiseerd was voordat die werkplek kwam. En ik denk daarnaast wat heel knap is, is de manier waarop zij gewoon toch wel in redelijke grote stappen steeds die vernieuwing hebben doorgevoerd. Dus voor de medewerkers, er was en een ander device en een andere manier van werken en een nieuwe applicatie. Dus ik denk dat ergens een mijlpaal mag worden gezien, is de manier waarop van A naar B is gegaan. Best wel iets wat normaal een hele grote impact heeft, hebben ze eigenlijk samen met ons weten te realiseren tot eigenlijk een hele kleine impact voor de gebruikers. Ja. Okay. Ja, klopt. Ja, ja. Even kijken, Louise, zijn er ook nog punten geweest tijdens de uitrol van de digitale werkplek die eigenlijk het proces hebben verhinderd of vertraagd? Ja, één daarvan is natuurlijk corona. Hè? Dat is echt wel heel duidelijk. Maar dat geldt voor een heleboel, denk ik, heel veel projecten. Waardoor wij in één keer, we waren bezig met de werkplek en in één keer hebben we... We hadden ook een plan om al onze pc's, dus al de clients te vervangen door pc's. Dat viel in duigen, want we moesten in no time moesten we laptops aanschaffen om iedereen te voorzien van een thuiswerkplek. Ja. Ja. Dus dat was al een duidelijke. Nou, en wat ook wel, we hebben dat geleerd, was toch ook wel, we leefden een tijd lang in twee omgevingen. Dus als een nieuwe medewerker kwam, dan moesten we kijken, is het HZ-medewerker, dan moet hij daarheen. Is het een verpleegzorgmedewerker, dan moet hij nog naar een andere omgeving. Ja. En je kunt je voorstellen in een grote organisatie als Envida dat er nog wel eens een keertje wat mutaties zijn, dat men switcht, nu ga ik van de wijkzorg naar de verpleegzorg. Dat was wel een heel gedoe, waar we ook wel van geleerd hebben en op een gegeven moment ook een modus in hebben gevonden, hoe we dat moesten aanpakken samen met TCC. Ja. Dus dat was ook eentje. Want hoe hebben jullie dat opgelost? Nou, we hadden op een gegeven moment echt een... wij noemen dat de AFAS AD-sync. En ik denk dat de meeste mensen misschien in de zorg nu gebruiken daarvoor Hello ID. Zo'n soort Identity and Access Management Tool. Waarmee we dit hebben georganiseerd. Oké. Okay. En dan echt iedere dag werd er weer gekeken van, moeten we wat aanpassen of niet? En dat was soms wel extra werk, want dan moest natuurlijk nog wat verschoven worden en wat medewerkers verhuisd worden. Of in de systemen van TCC of in onze systemen. Ja. Dus dat was er wel eentje hoor. Ja, ja en wat ook wel lastig bleek, we begonnen heel enthousiast en we gaan naar ons en we gaan naar mijn Envida tegelijk. Ja. Dat is toch wel veel voor de mensen. Ja, ze moesten niet alleen... Twee systemen die jullie tegelijkertijd hebben gelanceerd bij de medewerkers. Ja, ja, het voordeel uiteindelijk is dat die Mijn Envida pagina, de landingspagina of Mijn Envida, hoe je het ook noemt, dat die zo duidelijk is dat men meteen ziet van, oh, oké, ik moet nu daarop klikken, want dat is mijn zorgdossier. Dus dat was weer een voordeel. Ja. Maar dat is wel een belangrijke. Ja, en de MFA is toch wel ook een uitdaging, hè? De two-factor authentication. Hoe doe je dat in de verpleegzorg? Ja. Ja. Want daar zitten de mensen die eigenlijk gewoon gewend zijn om in te loggen met een username en een wachtwoord. En dat hebben we opgelost met TCC door echt te werken met trusted devices in een trusted omgeving. Okay. Dus als men binnen, dat is wel misschien wel handig om te weten, als je binnen Envida blijft werken, dan hoef je niet extra in te loggen, maar ga je naar huis en ga je daar inloggen, dan moet je wel een two-factor authentication doen.
Oké. Tom, kun je misschien iets vertellen over hoe je de ervaringen vanuit andere uitrollen die jullie hebben gedaan meeneemt in de uitrol van weer nieuwe organisaties? Ja, we proberen eigenlijk lessons learned, ook met de Vida, de evalueren dat. Proberen ook mee te nemen in het vervolg. Hè. Sommige klanten laten ook van tevoren met elkaar sparren om te kijken van, wat kun je leren. Van de andere uitrol. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde knelpunten. Hè, wat we vaak zien is van een file server naar een SharePoint bijvoorbeeld migreren. Ja, dat lijkt alsof dat plug and play als het ware. En we gebruiken de tooling van Workspace natuurlijk om dat wel in één browser te kunnen presenteren. Maar je ziet wel dat het voor bedrijven en organisaties, vooral de zorg, toch wel lastig is om een transitie te maken. Hè. Ze hebben vaak al na 15 jaar historie in zo'n file server zitten. Nou, dat moet dan eigenlijk het liefst helemaal over naar SharePoint om ook afscheid te kunnen nemen van die traditionele private of public cloud omgevingen. En je ziet gewoon dat dat vooral zaken zijn waar we goed met hun in kijken. En ook van tevoren heel duidelijk proberen te maken van, ga nu eens goed kijken, hoe ga je om met toegang? Wie mag, hoe zit het met rollen en rechten? Dat zijn wel lastige zaken. Dus hè, dat is heel belangrijk om aan de voorkant duidelijk te hebben, dat zorg je eigenlijk dat je uitrol daarna soepeler gaat. En je ook kan zorgen voor een betere manier van adoptie. Je kan veel beter die groepen segmenteren en bij de bepaalde persona's de juiste manier van training geven. Ja. Maar mag ik daarbij aansluiten, wat Marianne? Ja, ja zeker, absoluut. Want Tom had al wel een goed punt hoor. Wat we bijvoorbeeld, wat echt wel heel lastig was voor mensen, was de grootte van de mailbox. Als je naar een wat mindere grote licentie gaat, dan moet je daar dus wat mee doen. En je mailbox is te groot. En dat was voor sommige mensen bijna een rouwproces. Echt. Dan kom je gewoon tegen dat er mensen zijn die gewoon al hun, ja, heel hun historie, en die dan behoorlijk lang is als je al een aantal jaren bij Envida werkt, in hun mail hadden zitten. Dus dat was wel dat was ook wel een uitdaging. En Tom ook zegt, de bekende fileserver, hè, bij ons heet die de X-schijf, die hebben we nog steeds, die hebben we gewoon meegenomen. Die bestaat dus ook nog. En dat is bewust hebben we daarvoor gekozen, omdat we voorzagen dat het anders te veel werd voor de mensen. Tom zegt al, hè, van die adoptie is gewoon heel belangrijk. En daar maken we dus nu eigenlijk een apart project van. Oké. Dus, ja. Tom, kun jij misschien vertellen in welke mate jullie tijdens de uitrol bij Envida ondersteuning gehad hebben van Workspace 365 en hoe jullie dat ervaren hebben? Ja, tuurlijk. Ik denk dat we dat samen met Envida steeds hebben aangevlogen, hè, naar jullie toe. Hebben gekeken van hoe kunnen applicaties zo goed mogelijk koppelen en ontsluiten. Sommige zaken hebben jullie out of the box, kunnen we zo gebruiken. Andere zaken, nou, dan komen we bij jullie. Nou, is dat een applicatie alleen in Vida gebruikt? Door daar steeds te partneren en te kijken van oké, jullie investeren tijd in. Ook om die koppeling te realiseren voor ons. En ook om mee te denken. Hè. Er kwam bijvoorbeeld, het is niet alleen gebruikt eigenlijk als vernieuwing van de werkplek. Maar Vida heeft er ook samen met hun communicatieafdeling het sociale intranet in embed als het ware. En er is ook steeds een nauwe samenwerking gegaan. Om te kijken van oké, wat staat er op de roadmap? Wat komt er aan op kort termijn? Wat zou fijn zijn om nu naar voren te trekken? Dus die dialoog hebben we steeds gehouden. En ik denk dat aan beide kanten heeft gezorgd dat dat er ook optimaal gebruik is gemaakt van de functionaliteiten die jullie bieden. Ja. Louise, zijn er achteraf gezien punten geweest waar je meer aandacht aan had willen besteden tijdens de uitrol van de digitale werkplek? Ja, ik denk, we hebben aan het eind, hè, dus voor de verpleegzorg, waren we al zover dat we filmpjes maakten hoe het eruit zag, hoe je moest inloggen, ja. van 10, 20 seconden. En dat was echt wel een pre, hoor. Dat soort dingen, dat deden we in het begin niet. Ik raad het wel aan, hoor, want weet je, we maken natuurlijk handleidingen en die leest dus niemand. Dus je moet echt heel snel en heel kort toch iets onder de aandacht brengen. En dan is een filmpje is dan prima. Hè? Dus die ervaring die zou ik wel echt aan de mensen willen meegeven.
wat ik ook wel, ja, en dat komt natuurlijk misschien dus nu omdat we corona hadden en Teams in één keer werden er tussendoor kwam, is dat wij hadden als Envida daar nog helemaal niet over nagedacht, over Teams. Dat was meer zoiets van, nou, we doen eerst de werkplek en daarna gaan we dan eens naar Teams en SharePoint. Ja. En dat heeft ons eigenlijk aan de zijde, ja, dan moet je dus eigenlijk gewoon, nu heeft iedereen Teams. Dus moet je ook als je dit soort dingen start, gaan denken hoe je de Teams wil inrichten voor je organisatie. En op welk, ja, en wie je daar beheer over wil geven. Want dat zijn nog wel dingen waar wij tegenaan lopen. Ja. En ook mensen informeren van hoe zit dat nou in elkaar, Teams. Want het is echt over de schutting gegooid. En en nu zijn we pas eigenlijk bezig om mensen daar meer uitleg over te geven. En zijn we eigenlijk een best practice aan het maken. Van hoe kun je het beste nu werken met die hele workspace-omgeving. Ja. Want dat is wel, hè. Het werken met... Er zijn zoveel... Ja, zoveel methodes om te kunnen werken in die Office 365. Dat moet je toch een beetje structuur aanbieden. Ja, oké. Okay. En wat zou je daarnaast nog meer als tip meegeven aan andere organisaties of misschien zelfs specifiek zorgorganisaties die bezig zijn met het uitrollen van een digitale werkplek? Ga naar de mensen toe. Want dat was dus echt wel toch wel heel goed, hoor. We hadden op een gegeven moment, als we dan in een verpleeghuis kwamen, dan wisten we al wie er kwamen voor een dienst. Hè. Dus we waren er al bij de vroege diensten. Ja. Om eigenlijk meteen al de mensen in de eerste vroege dienst al mee te nemen van, nou oké, zo ziet het eruit. En zo log je in mijn Envida. En dat is toch wel heel goed. En we zijn telkens een hele week op zo'n locatie gebleven. Hè? Echt met een duidelijke plek van hier zit Envida en TCC en hier kom je binnen voor hulp. En dat waarderen de mensen. Want dan hebben ze gewoon echt wel een plekje om. Hè? En dan zijn geen vragen. Dan is het makkelijk om je vraag te stellen of even binnen te lopen. En dat raad ik echt wel iedereen aan. Ga naar de mensen toe, zeker in de verpleeghuizen. Dat is echt wel een. Want het is veel te lastig om te organiseren dat die mensen naar je kantoorpand komen of zoiets. Nee, ga naar de mensen toe. Neem ze mee onder de arm. Dankjewel. Tom, heb jij nog aanvullingen op wat Louise heeft aangegeven? Ja, dat het vooral belangrijk is om ze in een vroeg stadium op te trekken. Ik denk dat we dat ook hebben gezien. En wat we ook niet alleen bij Envida, maar bij anderen zien, is er toch wel heel veel tijd aan besteden. Zeker als er veel impact is, de manier waarop. En dan zie je tot een handleiding even delen, tot dat vaak niet genoeg is. Dus probeer het ook eigenlijk op een leuke manier. Ze vroegtijdig hebben bij Envida ook gedaan in het project betrekken. We gaan naar een nieuw werkplek toe. Dat biedt voor jullie heel veel faciliteiten. Het stukje bij Teams, daar werden we inderdaad door overvallen. Dat hadden we mooi op onze roadmap gezet. Van nou, we gaan eerst die werkplek doen, zodat het ONS werkt. En dan echt stap 2 in dat hele stuk wordt meer samenwerken. Bestanden naar SharePoint. Ja, daar werden we natuurlijk vorig jaar maart even supersnel ingehaald. Aan de ene kant was Envida er wel klaar voor om te gaan gebruiken. Maar aan de andere kant eigenlijk zonder nauwelijks beleid. Dus het werd gebruikt om te videovergaderen, om stand te delen, om samen te werken. En dan zie je wel dat de een pakt het wat sneller op dan de ander. Maar dat is zeker naar de toekomst toe bij organisaties die dat nog niet op die manier doen. Is wel gewoon goed om daar ook direct vanaf het begin een structuur in aan te brengen. Hoe ga je met teams werken? Waar gaat de data eigenlijk naartoe? Hoe wordt die gebacked up? Waar staat die? Wie mag allemaal het team aanmaken? Nog belangrijker, wie mag hem verwijderen? Dus dat zijn wel zaken waar we echt goed naar kijken aan de voorkant. En probeer ook die medewerker bij de hand te houden. Aan de andere kant is het natuurlijk ook iets. Microsoft die verandert eigenlijk aan de lopende band zaken. Hun continuous improvement, zoals het zo mooi heet. En zien dat ook bij medewerkers zorg wel een behoorlijke impact kan hebben. Dus ook iets waar we in bepaalde cyclus qua updates zorgen dat ze wat later komen om hun ook voortijdig op de hoogte te brengen. En in het begin deden we dat niet, overviel ons dat allemaal een beetje. En nu proberen dat wel, zodat dat voor hun geen hele schrik is. Dat er iets compleet anders uitziet. Ja. En wat je aangeeft, mensen voortijdig betrekken. Hoe hebben jullie dat aangepakt of hoe pakken jullie dat aan? Ja, normaal pakken we dat aan door ook workshops met die mensen te houden. Ook hun te betrekken. Oké, dit is wel een visie vanuit de organisatie om op deze manier te gaan werken. Maar hoe werk jij nu echt?
met welk device werk je, wat zijn nu de handelingen die je moet doen. Bij Invida zie je ook, hè, ze loggen allemaal in, maar ze gaan heel snel naar het grootste deel van de medewerkers naar ons, want daar doen ze eigenlijk hun werk. Dus hè, dat is heel belangrijk om die medewerker daarbij te betrekken. Hè. En dan moet hij een keer, hij moet een keer kunnen e-mailen, hij moet een keer een bestand kunnen oproepen, maar het is vooral belangrijk, hè, waarvoor gaat hij naar de werkplek? Nou, hij wil snel informatie hebben of hij wil naar zijn cliëntenportaal toe. En door een soort van die workshops proberen we dat wel goede kaart te brengen. Ook kijken van hoe zit dat nu, dat niveau. Hè? Dat is ook een stuk dat wij geleerd hebben van heel veel implementaties. Is dat we goed op de hoogte moeten zijn van hoe het niveau is van die verschillende medewerkers. En dan niet zomaar vanuit moeten gaan van we implementeren dat, we doen een handleiding, we maken een filmpje en op maandag of dinsdag dan weet iedereen hoe het werkt. Dus dat zijn wel stukken en lessen die we meenemen om eigenlijk alle medewerkers te betrekken. En elk geval tot ze op de hoogte zijn, dan gaat iets veranderen. Je krijgt veel meer functionaliteiten. Wij gaan je helpen die functionaliteit optimaal te benutten. Ja, oké. Okay. Louise, wat voor reacties heb je eigenlijk vanuit jullie medewerkers ontvangen over de nieuwe Mijn Invida? Nou, een heleboel hadden natuurlijk zoiets van, die kwamen binnen van, ja, ik heb niet zoveel met ICT en is het niet moeilijk? En dus dat, hè. En dan zagen ze, als ze eenmaal op de pagina komen, dan is het gewoon heel duidelijk. En het gros van onze mensen zijn inderdaad degene die dus gewoon alleen maar naar ons gaan of naar Kik of naar een andere applicaties. Hè? Dus die, dat is vrij snel wel heel duidelijk. Dat is wel fijn. Ja. Die mensen waren ook heel, heel enthousiast. Hè? Want die hoefden maar. We hebben ook bijna overal SSO, hè? Single Sign-On. Ja. Dus dat is alleen maar super. Maar er is ook een groep mensen, en dat zie je vooral in de ondersteunende diensten, dat zijn de mensen die de uitgebreide licentie krijgen. Die dus naast de webversie van Office ook nog eens een keertje een lokaal Office kunnen starten. En niet zo heel veel applicaties gebruiken, maar veel meer Word en Outlook en Excel. Weet je wel, dat soort dingen. Dat soort applicaties. En die hadden er vaak nog veel meer moeite mee. Ja. Want die hebben niet zo heel veel aan die apps. Hè, want die apps, dat is wel duidelijk. En, maar die hadden weer moeite met waar zijn mijn documenten nu gebleven? Ja. In welke omgeving staan ze? Ja, en hoe hebben jullie dat aangepakt? Hoe hebben jullie dat verduidelijkt? Nog niet. Daar zijn we dus nog steeds mee bezig. Dat is een beetje dus de best practice die ik net noem. Om daar en meteen van die X-schijf. En dat is het moment. We gaan dus weer. De bedoeling is om weer langs alle afdelingen te gaan op dezelfde manier. En iedereen te helpen bij het uitfaseren van die X-schijf en dan ook een best practice aan te bieden van hoe werk je nou het makkelijkste met deze mooie omgeving. Ja. Ik heb een vraag binnengekregen via de chat van Simone. En zij vraagt, ervaren jullie verschil in het openen van bestanden via de fileserver of via OneDrive? Opent dan een andere Office-omgeving met minder functionaliteit voor bestanden van de fileserver? Ja, dat ligt er dus aan. Dat gebeurt dus inderdaad. Als je dus zeg maar een beperkte licentie hebt. Ja. En je opent een bestand van de fileserver. Krijg je gewoon die in Word online of Excel online. Okay. En heb je een uitgebreide licentie, dan kun je kiezen. Okay. Ja, ik denk het goed is om te vermelden. We gebruiken daar de techniek van Workspace ook voor. Dat zij eigenlijk zien medewerkers het verschil niet. Of zij nu zeg maar OneDrive gebruiken, SharePoint gebruiken of de X-schijf. Zij zien eigenlijk, kunnen wij dat weergeven als één documentenbibliotheek. En dan kunnen ze inderdaad standaard, als zij een F3-licentie bijvoorbeeld hebben of een E1, ja, dan openen die in Word Online. Hebben zij een E3-licentie, dan ook kunnen ze hem ook ervoor kiezen om dat zeg maar lokaal te openen. Dus voor de medewerkers is er eigenlijk geen verschil. Waar het bronstand zich bevindt. Oké. Maar ze zien het wel heel duidelijk hoor, Tom. Bij ons. Ja. Je ziet wel heel duidelijk of je in je OneDrive zit of dat je in je X-schijf zit. Ja, zeker. Je ziet wel waar het vandaan komt. Ja. Je kunt wel uit dezelfde structuren vandaan halen, eigenlijk. Ja. Het is wel trouwens voor de F1 of F3 gebruikers is het wel duidelijk. Hè? Het is wel eenvoudig. Het is meer complex. Wat Simone ook vraagt, denk ik, voor degene die beide mogelijkheden hebben. Ja. Want dan wordt het verwarrend.
Even kijken. Ik heb nog een aantal vragen binnengekregen. Eentje van Paul. Die heeft een vraag over hoe het sociaal intranet is geïntegreerd in Mijn en Vida. Ja, we hebben dat eigenlijk nog wat weinig gedaan, hè? Kijk, we hebben hier wel... kun je dat laten zien, Marian? Hoe wij dat hebben... Ja, ik zie het scherm achter jou. Het is niet heel duidelijk, maar wellicht dat je even... Als jij even share screen doet, Louise, kan je laten zien. Ja, ik zal even kijken of ik jou... Ik zit hier in een bijzonder technisch ingewikkelde omgeving. waarvan ik... dan moet het gewoon even schrijven. Oh, share screen. Oké, ja. Ik heb deze. Ja? Even kijken hoor. Ja, heb je? Ja. Yes. Nou, je ziet dus zeg maar aan de rechterkant, dat is een beetje ons sociaal intranet, daar staan communicatieberichten op. We hebben, wat je ook heel goed ziet, we werken met persona's. We zitten nu in persona FAP ICT, ja, want dat ben ik. En afhankelijk van je persona kun je dus berichten publiceren. Oké. En dat doet dus onze afdeling communicatie, die zet daar dus berichtjes op. En kan kiezen van, nou, dit is voor alle medewerkers, of dit is voor die groep medewerkers. En dan hebben we, zeg maar, een onderscheid in ondersteunende diensten en verpleegzorgmensen en wijkzorgpersoneel. En daaronder zit ook nog de, gaat het goed als ik dat doe? Zit onze Facebookpagina zit er ook nog op dit moment. Oh ja. Maar... we hebben wel heel veel wensen rondom dit sociaal intranet. Oké. Want is het nu een SharePoint-omgeving die gekoppeld is aan de digitale werkplek? Of? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. En wat we dus ook kunnen doen is gewoon met pop-up berichten ook groepen gebruikers... een berichtje sturen. Dus bijvoorbeeld als er iets aan de hand is met een applicatie, dan kunnen we gewoon meteen iedereen een berichtje sturen. En dan popt hij dat ook op. En dat is wel heel handig. Ja. Oké. Okay. Ik heb aanvullend op dit onderwerp van Janine de vraag gekregen. Hoe is jullie afdeling communicatie betrokken geweest bij dit project? Die hebben dus vooral dat stukje van die sociaal intranet telkens besproken. Ik moet zeggen, daar willen we nog wel veel meer mee doen. Want we vonden dus aanvankelijk dat we in de workspace daar niet zoveel veel meer konden. En we wilden eigenlijk veel meer gaan werken met groepen, chatgroepen die makkelijk zijn. En volgens mij, toen we begonnen... was het nog wat minder uitgebreid dan nu. Ja. Maar we hebben dat wel op de rol staan, om dat echt te gaan doen. Ja, dat is eigenlijk de volgende stap. Hè. Want toen we begonnen, toen was dat nog minder ontwikkeld. Workspace heeft daar een flinke stap in gemaakt. Eigenlijk hebben we nu gezegd om dat samen communicatie verder te gaan oppakken. En eigenlijk het sociaal intranet nu echt onderdeel te laten worden van die werkplek en daarmee te laten integreren. Ja. En wat we ook willen doen, en de pagina, dat zie je dus nu, is vrij statisch. En bewust hebben we dat gedaan. Maar we zijn er dus nu aan toe dat we ook eigenlijk wel willen dat mensen zelf wat kunnen, een pagina kunnen inrichten. Hè? Dus dat ze dingen die ze echt vaak gebruiken, dat die bovenaan staan. En, en dat we apps misschien verbergen. Ja. Maar dat men dat zelf daar de regie over heeft. Oké. Okay. Dan heb ik nog een aanvullende vraag van Janine. Hebben jullie een soort expertisecentrum ingericht waar je als gebruikers alles terug kunt vinden qua training, uitleg, adoptie, governance? We hebben dat niet zo heel erg uitgebreid, denk ik. Het staat het meeste bij ons. Wij noemen dat de Envida Wijzer. Dat is bij ons een applicatie waar je alles in terugvindt rondom... alle vragen die je hebt, van cao-dingen tot handleidingen, tot Mijn en Vida. En daar kun je dus heel makkelijk in zoeken. Dus dat hebben we wel. Oké. Okay. Even zien. Dat
waren voor nu de vragen die ik via de... Oké, ik zie dat Paul nog één vraag heeft met betrekking tot de communicatie. Hebben jullie ook een uitgebreide communicatiecampagne gelanceerd? Dat is een goeie, ja. Aanvankelijk, en dat was toen we startten met de huishoudelijke hulp aan de wijkzorg, gingen we over naar ons. En dat was dus ook een hele belangrijke wijziging, want we hadden jarenlang in de thuiszorg een bepaalde cliëntendossier gebruikt. En we gingen dus over naar ons. En toen hebben we dus echt Marijke geïntroduceerd. En je kon alles vragen aan Marijke. En dat heeft heel goed gewerkt in de wijkzorg. En dat kon je daar mailen. En daar deden we ook interviewtjes mee met Marijke. Maar eigenlijk daarna zijn we daarmee opgehouden. Dus Marijke is met de wijkzorg ook verdwenen. Okay, en daarna hebben we eigenlijk alleen maar heel gericht per huis, per pleeghuis, zeg maar, aangekondigd dat we eraan kwamen. En is dat bewust zo gedaan, dat die omslag qua communicatie wat meer specifiek per huis is geworden? Nou ja, het is enerzijds, kijk, dat Marijke was op een gegeven moment klaar. Dan is dat wijkzorgstuk is afgerond. En toen ging ook die projectgroep eindigde. Dat stukje project eindigde. Dat deelproject. En de manager wijkzorg en diegenen die dus eigenlijk vanuit de lijn in dat project zaten, die waren eigenlijk veel minder betrokken bij mijn Envida. Ja. En toen is dat, ja, toen hebben Marijke eigenlijk verlaten. Okay. Maar wel weer, wel heel bewust weer toen we begonnen aan in de introductie in onze verpleeghuizen. Wel heel bewust weer van tevoren een aantal keren gecommuniceerd, filmpjes opgestuurd van tevoren. Weet je, om eigenlijk de weg vrij te maken voor mijn Envida. Ja. En Tom, hoe zie je dat bij andere klanten van TCC qua communicatie richting de rest van de organisatie? Ja, omdat we zijn er bij Envida ook mee begonnen om dat toch wel bij andere klanten proberen ook, om dat zo vroeg mogelijk om daarmee te beginnen. Eigenlijk met wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen, wat gaat er veranderen, welke stap, om dat heel duidelijk te communiceren. Hoe beter we dat doen, hoe meer die medewerkers eigenlijk ambassadeur worden van het hele traject. Ja, oké. Nou, ik heb net al wel een aantal dingetjes gehoord. Maar ik ben vooral benieuwd wat voor jullie Envida de volgende stappen zijn als het gaat om digitaal werken binnen de organisatie. Ja, nou ja, dat zijn dus op dit moment eigenlijk drie accenten. Enerzijds is dus die X-schijven moeten ze weg. Hè? Dus volledig in de cloud werken met Teams en SharePoint. Een andere mijlpaal is dat we nog een paar rest-applicaties hebben in Citrix. Dus een paar legacy-applicaties waarvan we dus nu echt gaan plannen van, nou, die moeten gewoon de komende 2-3 jaren eruit. Ja. En dat zijn vaak toch wel weer behoorlijk omvangrijke projecten. Maar ja, Envida is nou eenmaal groot, dus het is altijd weer veel. Wat we willen doen is dat sociaal intranet gewoon veel meer, eigenlijk de pagina weer veel meer, nog meer aantrekkelijker maken voor de mensen om er echt mee te werken. Dus dat is ook nog een belangrijke. Ja, dan heb ik toch al aardig, daar hebben we nog wel wat te doen. Ja, nou, mooie stip op de horizon in ieder geval. Ja. Dat is het eind van mijn vragenlijstje. Mochten de deelnemers nog vragen hebben voor Tom en Louise, dan kunnen die nog via de chat gesteld worden. Ik geef jullie even een momentje om dat ook te doen. Ja. Ik zie nog niets. Daar komt er een. Even zien. Er zijn nog geen nieuwe vragen binnengekomen.
Uiteraard, mochten jullie als deelnemer nog vragen hebben, naderhand, nabrander, dan kun je altijd even contact met ons opnemen. Ja. Ik vind het ook altijd leuk om, als mensen nog wat meer willen weten, om nog een keertje te sparren hierover, hoor. Dus het is, ik vond het een heel erg leuk project. Mooi, goed om te horen. Ik heb nog een kleine vraag van Paul binnengekregen. Ziet de startpagina van Workspace 365 er altijd hetzelfde uit? Nee. Dat is niet het geval. Die kan volledig ingericht worden naar de wens van de organisatie of zelfs van de gebruiker, als jullie dat toestaan op organisatieniveau. Dan rest mij jullie te bedanken voor jullie tijd en toelichting. En mochten er nog vragen zijn, neem contact met ons op. Dan beantwoorden we die graag. Ja. Dit was het voor vanmiddag. Dankjewel en een fijne middag verder.